en onder die lijn krijg min 30. En dan kan ek 6 boe en onder indeel en die minusse gaan uitdeel. So 6 gaan op boe 6 keer en onder gaan hy in 5 keer. By nummer C is my vierkant wortel van 49 gelijk aan 7. Die derde mag wortel is min 3. Ek deel dit dan met min 3 en dan plus ek daar by 8. So jy krijg minus 21 gedeel weer minus 3. Dit geef my plus 7. Plus daar 8 is dan gelijk aan 15. Gaan ek my 2 eers neerskryf, ek gaan die derde mag wortel van min 64 uitwerk, dit is min 4. Die vierkant wortel van 25 is 5, so jy krijg 1, 2 maal 1 en dit gelijk aan 2. Jy kan dit inmaal ook, dan kan jy sê min 8 plus 10, dan is die antwoord op 2. Goed, en dan by hierdie ene gaan ek die min 3 weer skryf, dit werk uit, daar is 12. Die derde mag wortel van daai enetjie, dit min 6. En dan die derde mag wortel van daai en is min 4. So nou het jy weer een minus maal een minus taal wat een plus gaan wees, jy gaan kry min 3, 12 plus 6 minus 4. Stel dit by mekaar, dit is 12 plus 2, dit geef ons 14. So ek het nou minus 3 maal met 14. En dit geef dan my minus 42. By die volgende ene gaan jy dan die vierkant wortel van 144 trek, dit is 12, as ek een wortel trek van daai, deel ek die exponent met 2, so ek krij net een x, en ek deel my exponent met 2, so ek krij net een y. By hierdie ene gaan ek die exponent met 2 deel, so ek krij x kwadraat, en ek trek die wortel van 25, dit is 5. Hier trek ons die derde mag wortel van min 27, dit is min 3, en ek deel my exponent met 3, so ek kry net y. Vir een vierkant wortel, so vierkant wortel van 25 is 5, deel my exponent met 2, vierkant wortel van 16 is 4, deel my exponent met 2. Derde mas wortel by hierdie enetjie, jy kan as jy wil eers hierdie vereenvoudig, en dit skryf as die derde mas wortel van, min 64 gedeel deur 8 is net minus 8b tot die mag 3, dan trek ek die derde mag wortel van minus 8 is min 2, en ek deel my exponente, so ek kry 4. Of ek kan sê min 4, so ek kan ek wees min 4b op 2, en dan kry ek ook min 2b, so daar is 2 manier hoe jy daar ene kan uitpas. By hierdie ene gaan jy die minus skryf, vierkant wortel is 7, onder die lijn het ek een m. Hierdie ene gaan ek eers recht skryf, want ek kan nie daai ene vierkant wortel uitwerken nie, so ek moet eers m in die m toe die mag 3 indeel, dan sien jy die m kwadraat onder die lijn oor. Dan werk ek nou die vierkant wortel uit van daai enetjie, so hy word in 9 op m. En dan tel ek hulle by mekaar, want hulle het die selfde nummers. Minus 7 en minus 9 is minus 16 op m. Enige vraag?